Op de grens tussen Vietnam en Cambodja is een uitgestrekte vlakte erin geslaagd de stroom van een van de grootste rivieren ter wereld, de Mekong, tot bedaren te brengen. Het gebrek aan relief in deze regio heeft een Mekong gecreëerd die heel anders is dan stroomopwaarts. Hier hebben we niet langer te maken met een tumultueuze rivier, maar eerder met een luie waterloop die de omringende landen rijkelijk irrigeert en zijn enorme delta in Vietnam voorbereidt, enkele tientallen kilometers breed, waar deze rivier doorheen zal stromen in de Chinese Zee. De Mekong Delta strekt zich uit over meer dan 40.000 vierkante kilometer tussen twee van zijn armen. De eerste, verder naar het noordoosten gelegen, heeft de naam Mekong behouden, terwijl de andere de naam Bassac heeft aangenomen. Tussen de twee zijn een groot aantal kleine natuurlijke kanalen die irrigatie en de navigatie van kleine boten bevorderen. Er zijn allerlei soorten boten op de Mekong. En dat zijn er echt heel veel. Daarom hebben veel boten ogen. Als ze niet echt kunnen kijken om obstakels te ontwijken, en dat zijn er veel, beschermen ze in ieder geval tegen boze geesten die de navigatie bedreigen. Maar er zijn ook boten die alleen oog hebben voor toeristen. Uiteraard zijn er niet alleen toeristen op de Mekong. De oevers wemelen van de verschillende activiteiten. Een van de meest bekende activiteiten op de rivier in de Mekong Delta is ongetwijfeld de Kento Floating Market. Tientallen kano's volgeladen met groenten en fruit die diezelfde ochtend zijn geoogst, zijn op weg naar deze markt waar de boeren hopen hun goederen te verkopen en wat geld te verdienen.
zijn vaak de vrouwen die de familieproductie op de markt komen verkopen en als alle aangeboden goederen een koper hebben gevonden, is het tijd om naar huis terug te keren om de verkoop van de volgende dag voor te bereiden. De terugreis is soms lang, maar de Vietnamezen beheersen perfect de navigatietechnieken op de Mekong en hun glimlach verlaat hen nooit.